Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams Uitbureau en UPC. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar uit. Ook deze week aandacht voor onder andere muziek, theater en moderne dans om de hoek. Want het Rotterdams Scapino Ballet trekt de wijken in. Met een speciaal programma, Compact Dance 6, worden oude en nieuwe dansvoorstellingen opgevoerd in de verschillende Rotterdamse wijktheaters. Op vrijdag 6 en zondag 8 februari is het Scapino Ballet te zien in wijktheater LCC Castagnet in Hilgersberg. Sarah Kroos, we kennen haar nog als enige vrouw tussen de lama's, maar ze staat ook al jaren in het theater. Dit seizoen alweer met haar vierde voorstelling, Bries. Voor de spiegel te zingen, mee, zo horny, mee, mee. De voorstelling Bries kreeg vorig jaar nog een nominatie voor de Pulifinario, de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Sarah Kroos met haar voorstelling Bries, op vrijdag 6 februari in Theater Zuidplein. De Rode Prinses is een van de bekendste verhalen van kinderboekenschrijver Paul Wiegel. Het prinsesje met de rode haren, dat jarenlang een afgescheiden leventje leidde, moet zich opeens alleen zien te redden in de harde buitenwereld. De Rode Prinses van Jeugdtheater Hofplein van 6 februari tot en met 8 maart. Haar man was vaak in de Turkse klus. Vier vrouwen delen niet alleen een portiekwoning, maar ook hun zorgen en geheimen. Mijn moeder is zo vervelend de laatste tijd, ze irriteert me echt. Wat wil ik weer? Ik mag helemaal niks van haar. In Casa di Mama vinden vier vrouwen van verschillende nationaliteiten steun bij elkaar. Een voorstelling van het Rotterdams Wijktheater te zien op donderdag 12 februari in Theater Zuidplein. 100 jaar schoonheid, gezondheid en fatsoen. De tentoonstelling Lekker Fris in het Schielandhuis. Er wordt nog hard aan gewerkt, maar wij krijgen vast een voorproefje. Bijzondere objecten die allemaal te maken hebben met de ontwikkeling van hygiëne. Neem bijvoorbeeld het zitbad binnen kamers, maar ook op groter niveau de riolering in de stad. Verdrijf de vrees voor body odor. Een andere bron van kwalijke geuren is okselzweet. Nou, meer van dit soort frisse teksten vanaf 10 februari in het Schielandhuis. Overspel, lust en liefde. Reigen. Het beroemde 19e-eeuwse toneelstuk van Arthur Schnitzler is nu door theatergroep Max in een modern jasje gestoken. Theatergroep Max met de voorstelling Reigen, dit weekend in de Rotterdamse Schouwburg. Je ziet het, er is dus weer heel veel te doen. Ga er lekker op uit en tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams Uitbureau en UPC.